Wanneer is de toneelclub ontstaan en hoe is die ontstaan? Ja, uit een vroegere toneelvereniging waren enkel de enthousiaste leden die op een gegeven moment weer opnieuw een toneelvereniging wilden oprichten. En die heeft een aantal mensen gecharterd om een beginstuk te spelen en dat was De Verrassing. Ten bate van het gilde, geloof ik. En dat bracht een centje op en die avond was heel goed geslaagd. En toen gingen de stemmen op om weer een nieuwe toneelvereniging op te richten. Ja. En dat is zo was het, geloof ik, ja. Lea. Hè? Zo was het, ja. Ja. 1977, dat toch? Klopt, ja. Ja. En de naam toen in de oprichtingsvergadering, die wisten we ook niet precies, maar er kwam eigenlijk de naam van het eerste eenact eruit. En dat was De Verrassing. En zo is De Verrassing geboren eigenlijk. Ja, klopt. En zo is het ook gebleven. En 40 jaar later nog steeds De Verrassing. Ja. Ja. Het is ook altijd De Verrassing. Ja. En Lea is er ook van het begin van bij geweest? Of ja, gewoon? Net als Ad. En Jan en Mia van Eyck. Dus, oude rotten in het vak. Ja. Ja. Onze jubilarissen van dit jaar. Geweldig, toch? Ja. En in de eerste jaren van ons bestaan, toen speelden wij 3 stukken, geloof ik, in 2 jaar. In 2 jaar. Ja. Ja. Maart, oktober en dan weer in, hoe ging het ook alweer? Zoiets was het. In ieder geval 3 stukken in 2 jaar. Maar een paar jaar later kregen we toch wel in de gaten dat dat een beetje zwaar programma was. En toen hebben we richting januari gekozen. En het is natuurlijk ook in de donkere dagen van van het jaar, dan kun je mooi een zwaarder toneelstuk spelen. Hè? En als je het voorjaar begint, dan moet je eigenlijk weer een klucht hebben, want dan voelen de mensen de kriebels weer een beetje komen. En maar ook omdat in januari is het gunstigste vanwege de zaal. Ja. Dan hebben ze minder mensen en dan is het makkelijker om zo'n zaal te huren. Ja, de zaal, dat was een hele verhaal apart. In de beginjaren dat wij speelden, hadden we nog concurrentie van de dansavonden. En dan moesten wij zondagsmorgens het toneel opbouwen. En dan s'avonds het toneel spelen. En dan na afloop weer afbouwen. Van een club, hè? Oh. En dat was natuurlijk zondagavond niet het geval. Maar vrijdag en zaterdag moesten we alles weer klaar afleveren. Ja, en door de loop der jaren heen, toch ook naar Bladel en Eersel. Ja. En Veldhoven. Verpleegtehuizen. Verpleegtehuizen erbij. Een goede try-out was het daar altijd. Ja. 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 2 decors, wat voor de decorploeg weer elke keer een uitdaging. En we moeten niet vergeten dat de mooiste ideeën aan de bar ontstaan. Ja, ja. Dat is ook en wat heel belangrijk was, wij kregen een kleine vergoeding voor het spelen van toneelstukken in bejaardenhuizen. Ja. En een nieuwe levenskracht. Wij moesten natuurlijk altijd in door de week avond spelen en dan moesten we soms een keer even, hadden we honger, dan moesten we een frittentje of het werd altijd meteen opgekocht. We werden dan ergens de anders, werd de zaal afgesloten, hè? Ja. De tent waar we binnenvielen ging meestal op slot als wij er waren. Ja. Ja. Als klant genoeg van de avond. En die ene tent, die man kocht een pikkeling, zeg. Nee, dat was een zwarme tent. Nee, dat was toen een friettent. Oh, ja, mooi was dat we een keer een Eersel in de friettent binnenvielen. En toen kwam er ook gelijk een buitenstaander. En die werd gelijk tot nieuw lid gebombardeerd. Want hij dacht, waar ben ik nou tussen beland? Hè? Ja, zo waren de mooie stukken en mooie tijden. Dolle pret, absoluut. De feestavonden is ook altijd geweldig. Ja. Daar hoorden er natuurlijk ook bij naar het toneelseizoen. Ja. En de stemming erin te houden. Hè? Er werd ook alles uit de kast getrokken. Maar die themaavonden van feestavond, die waren altijd geweldig. Zijn nog geweldig. Ja. Maar om op de toneelstukken terug te komen, hebben we altijd toch wel volkstoneel gespeeld. Wij hielden rekening met ons publiek. En zodoende hadden wij geweldig succes. Ja. Terug in de tijd. Ja. Dat vinden mensen leuk. Ja, en we hebben ook comedies. Kluchten. Wel eens een thriller, hebben we ook een keer gedaan. Een thriller, maar dat is lang geleden. Dat sloeg niet zo aan. Dat sloeg niet zo aan. Ja, daar hadden we een beetje moeite met het geluid. Ja. Want als de klok moest slaan, dan bleef de hond. Dan lag het op de hond.
En als de hond moest blaffen, dan begon de klok te slaan. Ja, dat is niet zo slim. Dat was niet. Misschien kunnen we dat beter uitknippen. Ja. Die goede mens leeft toch niet meer. En het hoogtepunt was Zwarte Kaat, hè? Dat was openluchtstuk. Openluchtstuk, Zwarte Kaat. Veel werk. Daar heb ik dus echt, daar vond ik echt. Ja, waar zijn we begonnen? We zijn eigenlijk begonnen met repeteren in de lijstenfabriekje van Dien Smolders. Dat klopt, ja. En toen waren we maar met 5 man, geloof ik. En ik geloof trouwens dat mijn dochter nog een rol had met onze kleine pinster. Dat weet ik niet meer. Ja. Bij de duivenkooi. Bij de duivenkooi, ja. Dat klopt, ja. En dat was de eenakter. Ja. En die hebben we opgevoerd. En was dat de verrassing? Dat was de verrassing. En dat was een succes. En toen kreeg dat gevolg. Toen werden de mensen enthousiast bij elkaar getrommeld. En toen hebben we een nieuw stuk gespeeld. En dat was Bloemen voor Barbara. Bloemen voor Barbara. Oh, ja. En dat was een stuk in 3 bedrijven. Ja. Dat was avondvullend. Ja. En dat was het begin van de avondvullend toneel. Ja. Ja. Begin van het avondvullend toneel. En kreeg je toen ook meteen nieuwe leden? Ja, heel veel. Ja? Ja, best wel. Ja. Zo. Ja. Die hadden ook die eerste avond bijgewoond. Ja. 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 En er kregen een aantal enthousiaste mensen erbij. En bij de oprichting van het toneel hebben we toen was er een probleempje welke naam dat de toneelvereniging zou hebben. Toen hebben we gekozen voor de verrassing, de naam van het eerste toneel. Stuk. Ja, dat is heel leuk. En bezoekersaantal? Hoe was dat toen? Er was 1 avond. Waar speelden wij veel? Nou, 125 mensen. Nou, meestal hadden we de eerste avond hadden we niet zoveel publiek. Nee. Dan hadden we voor 125 mensen, dan was het al mooi. Ja. Maar als we dan succes hadden, dan zeiden we bij de laatste uitvoeringen, er waren dan 3 uitvoeringen, vrijdag, zaterdags en zondags. Dan kwamen we ooit kaartjes tekort, hè? Ja, ja. Ja. Mochten ze op de wachtlijst. Ja. En wanneer is eigenlijk het bezoekersaantal ook alweer zo gestegen? Wanneer was dat toch alweer? 1999, denk ik. 99? Ik weet dat wij van 4 naar 5 zijn gegaan. Ja. En dat is elk jaar verhoogd. Ja. En in één keer was het toen... Toen zijn wij op een gegeven moment een rem opgezet. Ja, ja, maar de stijging van het toeschouwersaantal... Dat is toch wel gekomen door de plattelandstukken en de dialectische. Ook. Maar er is nou 1 stuk en in een keer... Was dat niet met het dorpsplein toen? Nee, dat was al eerder. Dat was eerder. Ja. En de bokken sprongen rond die tijd. Ik weet dat het echt niet. Dat is 97 of zo, of 96 geweest. Hebben wij het 25 jaar bestaan... Hebben wij toen... Toen hebben wij het dorpsplein. Toen hebben wij het dorpsplein gespeeld. En dat was ook een heel... Ja, dat was een heel mooi spel. Ja, klopt. Mooi spel. En toen speelden we al 10 avonden. Dus, ja, klopt. Ja. Klopt, ja. En dan moeten we toch ook... We hebben eigenlijk toch altijd een prachtig decor gehad. Ja, absoluut. Dat is geweldig. Zonder maar de decor. Alles doet het, alles werkt. Ja. Als er water uit de pomp moet komen, komt er water. Ja, maar dat is een vereniging, hè. We liever leed delen. Ja. En we ezelen ook tegen elkaar, maar morgen natuurlijk ook weer goed had. En vooral aan de bar. Ja. Ja, precies. Maar ik herinner me ook wel dat wij begonnen zijn met een verlichting. Bestond de eerste uitvoering uit 2 grote bouwlampen. Ja. Ik kon nog niet de zaal in kijken, want ik werd verblind. En het mooiste ervan was dat ik op het toneel stond, maar die lampen die gingen niet aan. Dus we konden niet beginnen. Ja, ja, toen moest ik eerst even, kan er misschien het licht aan? Ja, ja. Ja, maar dat is mooi. Nee, maar dat is, alles groeit. Dus je dat zo ziet groeien. Maar we hebben met de kar hebben we het koren laten groeien op het podium. Ja. Hey, we noemen zand of klei, dat was een prachtig. Oh, ja. En dan met 3 echte decors, hè? Ja. Dat was een gigaklus. Ja. Ja. Ja, maar net als met openlucht. Met Zwarte Kaat, decorploeg en alles. En alles eromheen. Ja, dan kom je op het openluchtspul. Op het openluchtspul, ja. Maar zand of klei waren 3 verschillende decors. Ja. En die moesten alle 3 verwisseld worden. Hm. En normaal deden ze dat met doeken of met iets. Maar dit waren echt 3 schotten, echte decors. Echte schotten. Ja. En dan liep het pikkerdraad, die liep dwars over het podium.
Ja. En de klei was voor de prikkeldraad en het zand was achter de prikkeldraad. En het zand was een veten tussen twee boeren. Ja. Het zand was arm en de klei was... Ja, ik zat op het zand, dat weet ik. Ja, ik had ze ook niet anders verwacht. Nee. Ik had weer de pech gehad. Ja. Maar van de open lucht. Ja, maar dat is een decorploeg door de jaren heen. En je ziet het groeien, maar ook gewoon het genieten. Maar het werk was het verzetten, heerlijk. Ja, maar ze vinden het ook maar alles, iedereen, het is natuurlijk, iedereen komt er mee kijken. En als je ziet de samenwerking, maar ook alles, prachtig. Dat moeten we toch maar wel benaderen. Maar dat is het ook, hè. Het moet een team zijn, anders gaat het niet. Nee. Maar de organisatie rond een openluchtspel, dat is gigantisch. Een hele gigant. Plus. Hoeveel leden hebben we? Ja. 38. Ja, en in het begin zijn wij begonnen met... Vijf, zei je net. Vijf. Ja, de eerste stuk, deden vijf mensen. Dan neem je toen Truus Vreven was er nog bij. Ja. Kees Smolders, Dien Smolders, Ad en Jan van Eyck. En Mia en ik, wij waren zo maar... Ja, we waren er wel bij, maar we hadden geen rol. Nee, maar u werd wel medewerker wij waren, van... Ja, dat klopt. En jullie zijn er ook bij gebleven. Ja. Wat we al verteld hebben. Daarna werd iedereen enthousiast om verder te gaan. Wanneer heb jij die chemiecursus gevolgd? Al vrij vlug, want wij hebben toen een keer een professionele gehad. En die was veel te duur. En toen werd er een cursus gegeven... Een starterscursus. En daar ben ik toen naartoe gegaan met nog een ander lid die er toen bij was. En die heeft er niks meer mee gedaan? Nee, die is gestopt met het toneel en die heeft er niks meer mee gedaan. Okay. En ik heb toen 3 of 4 cursussen gevolgd. Okay. Dus, Het is ook wel fijn als je dat zelf kunt in de film. Ja, dat is ook, ja. Ja. Het is ook leuk om te doen. Ja. We zijn ook ooit naar een toneelcursus geweest, ook nog. O, dat een toneelcursus van... Hebben we ook nog opgevolgd. Was van BCA, Brabants... Centrum van Amateur Toneel. Ja, dat was het. Ja. Maar een echte toneelspeler, je hoeft het toneelspel niet te leren. Daar zitten nog genen. Ja. Dat moet uit je hart komen. Ja. En je moet je eigen ik moeten achter de klus laten staan. Ja. En je moet die rol vertolken. Ja, kruipen ze in de huid van een ander, hè. En ziel. Ja. Of zoals Paul altijd zegt, het kleine stukje van jezelf wat in die rol ligt, moet je groter en groter maken. Ja, daar zit veel in. Ja, dat is. Ja. Ja, maar het is moeilijk om je vrij te geven de eerste keer als je speelt. Zeker de eerste keer, want het is toch best eng, hè? Tenminste, ik vergeet me daar en dan zag ik iedereen er achter de tafel zitten en dan dacht ik... Oh, die kennen het allemaal beter als mij. En dan moest ik alleen maar een stomme tas in een hoek gooien. Dan kreeg ik gewoon die van elkaar. Dan kwam ik thuis en dan flop en dan lag die tas. En dan was hij hier en dan kreeg je hem hier. En die was zo van... Ja. Zal ik nu? Zal ik straks? Ja. En dan keek ik alleen maar... En die weten alles en die kennen dat en ik kan dat niet. En... Maar na 2 jaar had ik ook geen schaamte meer. Dan doet er alles gewoon voor mee. Nou, ik vind altijd dat onder elkaar heel goed gegaan. Ja, dat vind ik ook. Ja. We hebben echt een heel gezellige club. Ja, heel gezellige club. Tenminste, er is nog nooit echt iets vreselijks geweest of zo. Dat mensen niet met elkaar door één deur konden. Nee. Zeg maar, ik moet nog zeggen, ik was eigenlijk altijd een beetje de man van de karakterrollen. Maar er waren ook andere spelers. Die hadden wel eens een hele leuke rol, hè? Ja. Ja, ik geloof dat was wel bekend bij jou, geloof ja, ik. Nee, ja, nee, ik... als je geen schaamte hebt, altijd maakt het niet uit wat je moet doen, hè? Maar het moet ook leuk blijven. Het moet wel leuk blijven, het moet niet over de top gaan. Nee. Maar alles, hè? Ook met een feestavond of zo. Noem eens iets op waar jij... Welke rollen waren er ook weer? Vorig jaar was ik bijvoorbeeld de buurvrouw. Dat was ook een heerlijke rol, konden wij in laten gaan. Ze was eigenlijk niet helemaal goed. Nee. Ze was niet juist. Ja, maar dan zeggen jullie altijd maar alles wat ik zeg, maar wat ik doe. Ik ben nooit... Nooit goed. Nooit helemaal juist. Ja. Maar hoe smink je iemand die niet juist is? Ja, ik ben niet opgekomen. Ja, ja, het was niet veel werk, hè, Ina? Nee, was zo gebeurd. Was zo klaar. Maar heb je ooit iets leuks meegemaakt? Iets leuks meegemaakt. Leuke anekdotes, hadden die? Ja. Met dat Hollywoodfeest, dat wij de Oscar-uitreikingen hadden. En dat wij... En er was Oscar die zat in een doos, die was de prijs. Oscar, Dat was een homofiel.
Ja. En die zei toen naderhand, dat is de eerste keer dat ik in een doos heb gezeten. En die Annie had hem gewonnen, dat wij die s'nachts, nee s'nachts, het was morgens 4:30, 5:00, dat wij die naar Annie hadden gebracht om overal in de hoek van de kamer te zetten, waar hij het beste zou staan. En dan hadden we nog voorgesteld voor een goud lamé pakje, maar dat deed hij toch niet aan. En ik weet er nog één. We hadden een keer in een bejaardenhuis gespeeld, kunnen jullie dat nog herinneren, dat iemand pap moest eten? Ja. Harry van Dolen ja. moest pap eten, karnemelkse pap. En die begon te eten. Annie had pap opgeschept en hij begon. En ik had er echt een pollepel, ik weet niet hoeveel zout in die pap gegooid. En niemand die dat wist. En Harry neemt een hap van die pap. Hij proeft. Hij zegt, was deze verspild? En hij kon het er bijna niet uitkrijgen. Zo moest hij lachen. En toen zat Paul erbij. En die zei ook iets. En toen zei Harry, het is wel een beetje zoer. Ja. Ja, ze hebben me ook wel eens een keer beetgenomen met open lucht. Met doopvot, met die goudvissen erin. Ja, ik moest het kind met de helm moest ik dopen. En dan moest ik in de kapel en daar stond, hadden we een groot doopvond gemaakt. En met water en alles, helemaal compleet, prachtig. En in de laatste uitvoering, toen hadden ze er goudvissen in gegooid. Dus de deur ging open en het... De doopvond ging open en ik zag de vissen zwemmen. Ik denk, hallo, ik moet wel in mijn rol blijven, hè, als pastoor. Dus de regisseur zei achteraf, hij vertrekt geen spier. Nee, maar Laurens had het nog moeilijker, want die zat daar in de gevangenis en die had allemaal naaktfoto's voor zijn neus liggen. Oh, maar hij had de pastoor dan niet gezien. Nee. Anders was het misschien helemaal fout. Ja. En hier aan de bar komen toch ook altijd de ideeën en de beste ideeën. Dat mijn Harry van Dommelen mis in de fiets, dat hij dacht dat hij weggehaald was. Ja. En hij was echt weggehaald. Ja. Hij geloofde het niet. Nee. Hij dacht dat hij inslag. Dat jullie hem verstopt hadden. En toen kwam hij weer terug. Ik kom in de fiets omruilen, want deze is niet de mijne en die zit niet goed. Ja, maar Harry, jouw fiets is echt gestolen. Ja, zal wel. Jullie zitten ook in het complot. Hij was echt weg. Ja, toen was het vertrouwen geschonden, denk ik. Ja. Het vertrouwen was geschonden, maar ja, waar zou het toch aan liggen? Ja. En dan kunnen jullie met het leren schreien naar het altaar. Hè? Oh ja, klopt, dat kon je niet, hè? Nee. Dat kun je nog niet trouwens. Kan veulen, maar dat niet. Ja, het is maar goed dat wij hier met Niel aan de afloop ook nog elkaar wel leren. Hè? Ja, dat klopt. Ja, is ook nodig soms. Ja. En mooi was van het stuk dat ik speelde, dat was... Zilde Strandjutter. Ja, dat was prachtig. Toen zei de regisseur tegen mij, jij mag niet meer naar de kapper gaan, want jouw baard die moet blijven groeien. En dat groeide, en dat groeide, en dat groeide. En op een gegeven moment had een baas, die had tegen de secretaresse gezegd, die koppers die mag ook wel eens een keer naar de kapper, want dat is een beetje schandalig onderhand. Ja, maar... die is met de neel en die mag niet naar de kapper. Ja. Dat was ze. Ja, dus. Eind januari. En toen mocht het. En ja, na de uitvoering mocht het, hè. Ja. Waren jullie toen niet op excursie geweest? Toen zijn we nog op werkbezoek geweest in Terschelling. Ja, dat klopt, ja. Oh, wat was dat leuk. Hebben we heel veel geleerd. Heel veel. Lachen. Ja, ja, dat begrijp ik wel. We hadden bijna naar huis gestuurd. Toen waren de mannen er niet bij, hè. Kijk, dan zijn de vrouwen die zijn dan los en dan draait het fout. Ja, ja, ja. Wij gingen met een snelle boot heen en met een langzame terug. Toen zit er een die op die boot zat, die was heel snurrig. Hoe weet die kapitein toch hoe hij moet varen? Ja, Ina, er liggen boeien in het water. Die dols die snapte niet hoe hij de weg is. Ja, wat was mijn moeilijkste rol? Ik denk die rol dat ik op dievenpad moest en dat mijn jas volgenaaid zat met allemaal spullen die ik gejat had overal. Juwelen en zo. Juwelen en levensmiddelen en ja, van alles hing er wel, in die jas. Echte juwelen hebben wij altijd. En dan moest ik ook nog dansen, hè. Ja, dan hebben wij heel wat repetities aan moeten besteden, want dat ging niet lukken, hè. Nee. Het was ook zo zwaar, die jas, hè. Maar ik denk wel dat dat een van de moeilijkste dingen is. Ja, toen danste je over het podium om te kijken of die diamanten niet uit die jas vielen. Ja, dat klopt, ja. Ik weet nog dat ik een keer beginnen moest, dat was in het Vrolijke Weerhandje volgens mij. Ik moest beginnen met een liedje, Tulpen uit Amsterdam, en dan moest ik zo'n pirouette maken. Ik pluk, ik pluk, ik pluk. Weet je dat nog? Ik weet vergeet het nooit meer, dat vond ik zo moeilijk. Ja. Ik vond met het dorpsplein dat ik die 7 kinderen onder mijn hoede had.
En dan staat ze en moest ze stil zijn achter de kliezen. En ze luisterde voor geen meter. Ze deed gewoon precies wat ze zelf wilde. En ik had de verantwoording. Ja. En ik dacht van, hoe krijg je die nou stil? Ik zeg, nou zetten we alle klompen maar netjes op een rij, van groot naar klein. En daar waren ze even mee bezig, maar dan moesten we zakjes, houten klompen, veel kabaal, achter het decor, ja, dat mocht ook weer niet. En dan... Volgens mij zei Pien daar ook een negen voorstellingen, man. Ja. Ik heb nooit zo gezweet achter het decor. Ik was vind het altijd, als je moet beginnen, dat moeilijk is. Ja. 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 Het stuk moet openen. Ja. Ja, maar toen zat ik met wat ik net vertelde, helemaal alleen. Ja. En dan moet je nog beginnen te zingen. En ik kan voor geen meter zingen. Maar dan wil je natuurlijk toch dat het een beetje klinkt. Ja, ja. Ja, maar dat viel allemaal best. Ja, maar het is ook vaak een spanning als je de deur voor de eerste keer open doet. En je komt dan voor de eerste keer bij elk stuk. Ja. De eerste keer dat je de deur op doet of op moet lopen. En dat je dan daar staat. En als je dan twee zinnen hebt gehad, dan gaat het wel weer. Ik heb ook een keer gehad, toen deed ik nog alleen grimeren. En toen was het 7:50. En toen moest ik mijn eigen nog doen. De rest was klaar, maar ik zelf nog niet. En ik moest als eerste op. En ik stond er voor die deur om op te gaan. Ik wist niet meer wat ik moest zeggen. Ik denk, ja, klopt toch maar op, ik zie wel. En ik ben op toneel het kunt van eigen. En een goede regisseur vond ik altijd belangrijk. Ja. Ik weet nog goed dat ik een stuk speelde van Zwart Schaap met Lampjes. Ja, dat weet ik dus niet. En toen moest ik een... begrafenisondernemer spelen. Oh, Mortibus. Ja. En dan was ik Alexander Mortibus. En toen zei de regisseur, zo wil ik het hebben. En ik had bij mijn eigen, had ik daar nooit... Heel iets anders. Had ik daar nooit voor zo elkaar gekregen. Ja. Maar hij gaf mij tips. En dat is het mooie van toneelspelen. Ja. Dat je dan die rol helemaal brengt. Ja. En dat de ideeën van en jij ook echt anders bent. Ja. Ja. Ja, maar je kan ook iets in gedachten hebben. Ooit kan iemand iets zeggen en dan denk ik van, oh ja, zo had ik het helemaal niet bekeken. Of dat komt dan niet in je op. En dan door die ene kleine hint of tip, dat je dan heel je rol anders gaat zien. En dat je dan moet je echt even een paar keer uitproberen. Waar ligt mij het lekkerst? Ja, dat klopt, ja. Ik ben jarenlang Mortibus gebleven. Ja, dat weet ik. Ja. Dat weet ik nog. Ja. Dat was ook een grandioze rol. Dat was het derde stuk dat er gespeeld werd. Ja. Jos Bloemen voor Barbara en toen Zwart Schaap Witte Lammetjes. Ja, met het jubileumjaar wilden we eigenlijk toch wel dolgraag weer een openluchtspel brengen. Maar... Het werk en de energie en maar dan moest iedereen daarachter staan. Ja, moest iedereen daarachter staan en jonge mensen eigenlijk allemaal druk werken met twee man. En dan wordt er soms iets te veel gevraagd. Het voordeel van het vorige openluchtspel is eigenlijk geweest dat wij heel veel nieuwe spelers erbij gekregen hebben. Klopt, absoluut. We hadden zeven nieuwe spelers. En dat hadden wij heel graag nu ook weer gedaan, een openluchtspel brengen, waar heel veel werk vraagt. Het vorige stuk ben ik 3 maanden mee bezig geweest. Absoluut. En dat komt dan op een te kleine groep. Komt op neer. Ja, maar en dan... dat Frans Grevenfurt zo uitgeput was van decorbouw waar jij ook mee deed. En dat je op een gegeven moment gewoon, je moest iets in de grond slaan en nu was aan het slaan. Dat hij gewoon voorover al slaat, zo met zijn kop op de stenen slaap viel. Dat hij echt zo van tok, zo moe. Dat jullie dag en ik, ja echt, als het van licht, het werd lichtwaarder. En als het donker is, gingen jullie pas naar huis. En dat was dan in de zomerdag, dus... Ja, ik ben van die kleren naaien voor iedereen. Ben ik nog ziek geweest, weet je dat nog? Ja, dat geloof ik, ja. Ja, daar heb ik die longsteking van gehad. Ja. Maar ja, dat was voor 100 man werkte er aan mee met openlucht. Hè, met productie en alles. Ja, maar en de hele gemeenschap in die ja. heeft toen meegewerkt. En dat was het. Wij moesten op een gegeven moment ruiters hebben. En die durfden niet aan te beginnen. En... we moesten het zangkoor inschakelen. Het zangkoor, de Gregorianen, de rijvereniging, mensen een orkestje zat er. Ja, orkest zat er, ja. En dan hadden we de horeca maar nog. Ik denk ook live muziek hadden we erbij. Ik denk ook dat het zoveel werk is geweest toen, omdat ze de horeca ook in eigen beheer wilden. Ja, je krijgt... Dat heeft ook echt een impact gehad, hoor. Ja, het begint openluchtspel. Je moet de hele organisatie... Vergunningen, alles. Hè. Waar, het geschikte terrein, de geschikte tijd. Ja. Want al in het voorjaar, in de zomer, dan zijn overal evenementen. En dan moet je precies tussen plannen. Ja. Dan moet je al heel lang van tevoren opgeven. En dat komt allemaal op het
organiserend comité op af. En dan was het eigenlijk een beetje een handicap dat het organiserend comité bestond ook nog uit mensen die dan wel een eigen taak hadden al. Hè? Decor bouwen, naaien van kleding ontwerpen en... Absoluut. Ja, en alles moet perfect zijn. Requisieten maken. Hè? De krukken die moest ik maken van... Ja. Het bos uitdunnen om achterdoor te kunnen lopen, dat de mensen je niet zagen lopen. Al die paden die gegraven waren, al die looppaden. Prachtig, prachtige tijd was dat geweest. Ja, echt, ik zou het zo weer ik graag heb echt hem meegehad na de rand. Ja, nee, maar dat zijn... Je moet echt vanaf kicken, ja, want dan heb je het zo... dat zit er zo in, hè. Maar het was ook wel zo dat de financiën... Kosten. Je kunt geen openlucht spelen... brengen of je moet zelf al een flinke financiële buffer hebben. Ja, anders gaat het. Durfde niet aan te beginnen. Maar het heeft ons toch eigenlijk weinig gekost. Ja. Mis je het toneel? Ik mis het toneel wel. Ik ga dikwijls nog mooie stukken kijken. En in mijn hart ben ik eigenlijk toch nog een toneelspeler. Ik heb ook gezegd toen er gevraagd werd aan mij, wil je nou nog mee toneelspelen? Toen heb ik gezegd, mijn hart zegt ja, maar mijn verstand zegt nee. Want als je een jaar van tevoren al zegt, ik wil toneel meespelen en die rol heb je eenmaal aanvaard en de zaak gaat draaien, dan kun je niet meer terug. En 9 avonden toneelspelen, als je richting 80 gaat, dan vond ik toch een beetje te zwaar. En nou beperk ik me tot hand- en spandiensten. En van tevoren en opbouwen van decor. En daar hebben we een prachtige ploeg voor. En dat vind ik ook heel, heel fijn. Ik vind het jammer dat je niet meer speelt. Mijn allereerste rol was met jou. Er ging heel veel rust vanuit. Dat weet ik nog heel goed. En ik vind je echt, ik heb je altijd een geweldige, fijne, rustige speler gevonden. Stabiel. Heel stabiel. En je weet met elk woord precies wat je zegt. Ja, zo moet dat zo. Ja, dat intonatie en wij gedragen... postuur, houding, heeft allemaal te maken. Ik vind het ook een groot voordeel dat ze op scholen al van die kleine uitvoeringjes houden. De kinderen op school leren daarom ook mee om voor de dag te komen. De voorwaardige persoonlijkheid is het helemaal niet slecht om toneel te spelen. Heel goed. Voor kinderen ook. Hartstikke alleen, goed. Thuis moeten natuurlijk wel weer in de echte rol terugvallen. Nou, dat is ook niet zo moeilijk. Meestal word je wel een beetje erin geduwd. Met twee voeten op de grond gezet. Back to basic. Back to basic. Dat wordt wel ooit tegen me gedrukt, hè? Wat vindt mijn man met toneel spelen? Ja, ons Adrie die komt een keer kijken, maar that's it. En hij laat me lekker vrij, hè? Je weet het, één avond komt hij kijken en ligt 3/4 van de tijd slapen in de zaal en is lekker warm. Ons koos zei toen ik hier pas woonde in Rietshoven, zei hij, oh, daar hebben ze een toneelclub en ik weet dat jij graag bij toneel bent. Toen ben ik er ook onmiddellijk bij gegaan en toen hij de allereerste keer kwam kijken naar mijn eerste toneelstuk, toen zeiden ze tegen hem, wist jij dat jullie Ina zo goed toneel kon spelen? Hij zegt, ja, want ik ben er al 12,5 jaar mee getrouwd. Ja. En jullie Annie? De thuishaven, ja. Nou, Annie, die is, dat is geen toneelspelster. Nee. Die houdt het liever bij de werkelijkheid. Maar ze heeft het nooit kunnen winnen. En dat heeft ze ook niet echt geprobeerd. Nee, dat denk ik ook. Want jullie Annie gunt jou dat toch? Ja, dus zeker. En ze wist ook wel dat ze dan niet voor hebben jullie elkaar. Annie genoten als je ook genoot? Ja. En ze was dikwijls bij de uitvoering ook wel absoluut bereid om te helpen met de jassen of wat erover of iets te verzorgen, dus, absoluut. Maar ja, de thuishaven moeten we wel achter staan. Ja, dat is, want je bent er toch veel tijd aan kwijt, hè? Ja. Met ook repeteren en thuis rol leren. De laatste 2 maanden, de maand van de uitvoeringen. Ja. En dan... ja, je bent toch in januari 3 weekenden weg. Nou, ja, helemaal ja. En de thuishaven moest er ook dikwijls aan winnen als ze feestavonden hadden. Dat we allemaal
iedereen met een toneelnaam aanspraak. Ja, ja. Ja. Ook daar ja. Ja. En ook die themaavonden, dat wij ons zo kunnen verheugen van, oh, dan moeten we dit, of de Rode Lantaarn bijvoorbeeld. En dat die ons koos, die snapte daar helemaal niks van. Daar zijn ze nou weer mee bezig. Zo, dat. Ja. Maar dat is juist de lol. Ja. Ach, als Adrien er nooit zijn verjaardag gevierd, want dat is in januari en ik zeg, toneel gaat voor, je bent niet jarig. Piet staat er helemaal achter, die vindt het hartstikke leuk. Ja. En is het ja, als er iets, en vroeger zeker, toen er nog in de koorploeg was en zo, dan was je er altijd om mee op te bouwen en zo. Ja, in januari, speelmaand, hè. Ja. Ik verjaarde in januari en dat was, ja, daar moest ik mijn verjaardag wel eens verzetten, hè. Ja. Maar ja, goed, ik ben elk jaar toch nog een jaar ouder geworden. Ja, ons hadden we ook, maar ja, dat wordt dan gewoon niet gevierd. Nee. Ja, nou, we vieren het wel, maar dan verschuiven we het gewoon een dagje, hè? Ja, een dagje, ja. Nee. Het was bij ons gewoon in het weekend en dat ging niet. Ja. Het jubileumstuk wat we nou gaan brengen met 40 jaar bestaan, ja, dat is Balladen van het Platteland. Het is, ja, Balladen van het Platteland. Ja. En ik moet zeggen, het is een prachtig stuk om naar te kijken. Er zitten mooie dialogen in, ook wordt ook in gelachen, ja. Maar het is geen dijenkletsen, maar het is gewoon een mooi spel. Mensen kunnen gewoon echt mooi genieten. Ook mee zang erin. Er zit liedje. Ja, er zit liedje. Er zijn veel figuranten ingepast in het toneelstuk, Om het een dorpsplein te laten. Eigenlijk iedereen speelt ook mee, hè? Ja. Op, misschien op twee man na die niet konden, maar... Ja. Iedereen doet mee, ja. Ik heb wel begrepen dat er weer een uitdaging is voor het toneel, decor. Ja, voor de decorploeg. Ja, absoluut. Ja. Dat vind ik niet erg. Nee, dat is ook weer een uitdaging. Ook een uitdaging, hè? Net zo goed, ja. En het decor wordt groter nu, hè? Ja. Dieper. Ja, minder mensen in de zaal. Ja. Dus dat is, ja. We hebben meer plek nodig, meer veel mensen. We doen 35 man mee, dit stuk. Ja, ja. Dus puur alleen de spelers. Mm-hmm. De onze speeldata's van dit jaar, of van komend jaar, zijn in januari van het jubileumstuk. Dat is... 13, 14, 15 januari, 20, 21, 22 januari en dan 27, 28 en 29 januari, waarvan 22 en 29 januari de middagvoorstellingen zijn. Deze beginnen om 2:30 en de overige voorstellingen zijn avondvoorstellingen en die beginnen om 8:00. Ze zijn allemaal welkom. En iedereen is welkom, hoe meer ziel, hoe meer vreugd. En ze zullen er geen spijt van hebben.